onze bekende rubriek Sport deze week. Van dinsdag tot en met zondag krijgt u dagelijks rechtstreekse reportages van de Europese atletiekkampioenschappen in Stuttgart. Die reportages lopen op het tweede net en beginnen in de vooravond. Zo, dat was het voor deze aflevering van Sportweekend, dames en heren. Dank voor het kijken en graag tot een volgende keer. Mensen beschikken niet over een diploma van lager of hoger middelbaar onderwijs. Voor velen betekent dat geen job, geen toekomstperspectieven. Via het tweede kansonderwijs kan je toch nog dat broodnodige diploma behalen. Bel 016 22 45 46. Laat je ditmaal de kans niet ontglippen. Dag dames en heren. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt straks in de reeks Het Hart van de Draak aangetoond hoe men in China zaken doet. Onze laatste reis door China straks zowat om 10:30. En nu reizen we ook, want we doen heel wat steden aan van de Amerikaanse Midwest in onze film Twee Meiden op de Mat. Een film uit 1981 van Robert Aldrich. De meiden waarvan sprake zijn Molly en Iris. Jong, knap, maar een tikkeltje gevaarlijk. Want zij vormen het worstelaarsduo de California Dolls. En de titel die spreekt dan wel van twee meiden op de mat. Maar als het op winnen aankomt, dan kijkt men echt niet op eentje minder of meer. En dan wordt de mat zelfs te klein. Zeker als het gaat om de kampioenstitel. De California Dolls die hebben natuurlijk ook een manager en dat is niemand minder dan Peter Falk alias Columbo. Twee meiden op de mat heet een komedie te zijn. Ik zeg dus maar veel plezier ermee. Zo, dat waren onze meiden op de mat, dames en heren. In onze film volgende week zondag gaat het over een andere sport, het autoracen, en over één vrouw, Shirley. En Shirley die wil racekampioene worden. Een hart op wielen is de titel, volgende week zondag dus. Voor deze zondag verwachten wij het tweede journaal straks zowat om 11:59. En wat nu onze reeks Het Hart van de Draak betreft, wordt het vanavond onze laatste China-reis. En het 12e deel kreeg als titel Handel. En als we in het China van vandaag eens gaan rondneuzen, dan merken we wel dat er aardig geëxperimenteerd wordt met vrije ondernemingen. Maar toch is het zo dat men ondanks de westerse invloeden de traditionele waarden blijft behouden.